is mama. Ik heb ze gevonden! Oh. Ik ga stuk om dit. Nou, heb je er zin in, collega? Dat is zeker leuk. En ik vind het leuk omdat jij zegt van, dat vind ik leuk. Kijk, ze moet nog wikkelen ook. Hallo allemaal. Nou, wij hebben net gewerkt. Voor het eerst weer samen, na een lange tijd. Echt een hele gezellige dag. Het is vandaag zondag, dus we hebben net een koopzondag gedaan, 5 uurtjes met elkaar. En Daans ouders pas op bel. En het was echt heel leuk en allemaal leuke, gezellige klanten. Het was een gezellige dag. En nu gaan wij naar huis. Dan gaan wij onze spullen pakken. Tenminste, Daans spullen en Bel spullen zitten al hier in de auto. Maar ik moet mijn spulletjes nog pakken. En dan gaan we naar Zandvoort, naar het huis van mijn ouders. En mijn ouders zijn nu in Lapland met mijn zusje en met Mike en met de kindjes, met Rock en Solis. En wij gaan even op mijn ouders hun huis passen. En op Beertje, op het hondje die daar nog woont van mij. Dus we nemen Chapo mee, Bel mee, spullen mee. En dan zijn wij even een midweekje in Zandvoort. Ik heb nu 4 dagen achter elkaar gewerkt. 4 hele drukke dagen. En ik heb dus nu even 3 dagen vrij. Maandag, dinsdag, woensdag en dan donderdag ga ik iets heel leuks doen. Ga ik namelijk op inkoop met Jade. Superleuk. Daar heb ik helemaal zin in. Maar eerst 3 dagen vrij. Lekker met Bel. Daan gaat morgen wel werken. En ik ga dan donderdag weer werken. Dus dan heb jij donderdag weer met Bel. En dan hebben we dinsdag en woensdag als weekendje samen. In Zandvoort. Dus in deze vlog gaan jullie waarschijnlijk leuke dingetjes zien die wij in Zandvoort gaan ondernemen. Ja, mini-vakantie. Ja. Zometeen misschien even lekker ergens wat eten. Ja. Met Bel in Zandvoort ergens. En dan ga ik snel mijn spulletjes pakken en dan gaan we. Want Beertje zit al heel lang alleen. Dus dat, ik zie jullie later. Nou jongens, hier word je wel blij van hè. Als je zo Zandvoort in mag rijden. Je ziet het niet eens goed, maar het is gewoon bijna roze. We rijden nu even met een viscar voor ons. Dus ik dacht, ik ga een heel klein stukje vloggen. Normaal zou ik het dan niet doen als ik aan het rijden ben. Maar nu rijd ik echt stapvoets. Dus dacht ik, laat ik even vloggen. Nou jongens, jullie zien, ze heeft haar lievelingshelm op. En dat mag, want er staat een bakfiets voor ons klaar, hè. Dus we kunnen met de bakfiets iets doen zo. Misschien kunnen we ergens wat eten nog. Het is namelijk 6 uur. Dan hebben we nog 1,5 uur om wat te eten ergens. Of we gaan iets halen. Dus dat is wel leuk, hè, Bel? Zeg eens ja. Ja. En zeg eens mama. Mama. En papa. Mama. Nee, en papa. Mama. Papa. Mama. Oh, als Daan dit ziet, dan gaat hij zo hard lachen. Zeg eens papa. Mama. Papa rijdt achter ons in mijn auto. We hebben 2 auto's mee, want daar moet morgen natuurlijk werken en ik donderdag. Dus we moesten 2 auto's hebben. Oké, tot zo. We rijden nog steeds stapvoet. Nou, spulletjes zijn uitgeladen. We zijn met mijn ouders thuis. En Bel die begint meteen met spelen. Die vindt het helemaal leuk. We hebben dit gekregen van Lovery. Ik heb het ook op Insta gezet, maar ze vindt het dus helemaal leuk om mee te spelen. En ze is er echt super zoet mee. Met haar helm natuurlijk, hè. Dani is Chinees halen. Als Daan er is, ga ik lekker alles uitpakken. Bel naar bed brengen, na het eten. En dan gaan we lekker, denk ik. Een hele goede morgen. Ik heb wel net aangekleed en alles. Ik ga nu de jasjes aandoen. En dan heb ik even een tas gepakt. En dan gaan we met het fietsje even naar buiten. We hebben goed geslapen. Alleen Bel werd vannacht om 4:30 wakker. En die heeft tot 5:30 lopen kletsen. En ik denk, ga je er niet uithalen, want je bent hartstikke moe. En toen had ze inderdaad daarna, viel ze weer in slaap, tot 7:30. Dus op zich ging het goed. En dan ben ik benieuwd naar vannacht. Ik schrik me dood.
maar daar komt ineens een kat over de schutting. Ik schrik me dood. Oh, ik denk, is er nou een hond buiten? Maar goed. We gaan even leuk erop uit met je tweetjes. Het is hartstikke mooi weer. De hele lucht is blauw. En ga ik even ook een koffietje drinken bij mijn tante. Dus dat is wel leuk. Die woont hier dichtbij. En we komen weer terug. En dan gaat ze alweer naar bed. Zo snel gaan de dagen. Maar ik zal even vloggen wat ik kan vloggen. We zijn inmiddels weer thuis. Bel heeft ook wel een slaapje gedaan. We hebben heel gezellig bij mijn tante op de thee gezeten. Bel was ook heel lief. Ik denk dat ik daar wel 2 uur ben geweest. Toen heb ik Bel lekker naar bed gebracht. En het lijkt wel alsof er niks veranderd is, omdat ze dat ook al zat. Maar ze heeft dus net 2 uur geslapen. We gaan nu lekker spelen, want Livia en Lima en Marie zijn er bijna. En dan gaan we even wat meer van die box uitpakken. Ik heb me net helemaal aangekleed, verschoond. Je kent het allemaal wel. Er zitten een beetje rode plekjes in haar gezicht. Ik denk van de kou net buiten. Ze heeft best wel een gevoelig huidje wat dat betreft. Maar dus we gaan even spelen. Dus ik ga even dit opruimen. Slaapzak en haar knuffels. En dan gaan we zo even leuke dingen doen met die meisjes. Hey. Kijk eens wie er is. Bel. Wie is dat? Is dat Livia? Zijn we zo lekker aan het spelen? Ik heb pauze op. Lief Lima, hè? Nee! Jawel, zo lief. Ja, maar lief. Is één iemand jaloers? Nee! Oh, wat doe je lelijk! Is één iemand jaloers, jongens? Hoor je je zusje in de keuken? Die zegt: wauw, ijs. Dus ik weet wel dat ze aan het uitvogelen zijn. Ja, dat gaan we niet doen, hè? Ga je zwaaien. Oh, mijn haar zit even in je handjes. De makkelijkste baby ever ben jij, hè? Wanneer ze geen ijsje mag. Hè? Ik hoor haar hier al huilen. Hè? Wat krijgen ze wel? Oh, een chocolade-ijsje. Oh, oké. Iets minder erg. Ga je hem zelf opmaken? Nee. Ja? Is het een heel eitje? Misschien even door de helft doen voor haar. Katjes. Livia ziet er helemaal stoer uit. En wel echt als een poppetje. Ja, dat wil je. Als de ouders naar Lapland zijn, dansen de kindjes op de bank. Ja. Springen de kindjes op de bank. Woehoe. I like to move it, move it. You like to move it, move it. Ja, met die witte. Heb ik die? Nee, ik vind het wel prima zo. Je hoort het niet. I like to move it. Heb je mooie billen? Goed zo, Bel. Zo moet dat, hè? Ben je nou terug? Oh, waarvoor moeten jullie nou weer daar ook gaan zitten? Daan en ik hadden gisteren Chinees gehaald. Dus ik ga het nu even lekker nasje opwarmen. Voor ons en voor de kindjes. Helemaal lekker in de middag, warm eten. Zitten jullie lekker? Nee. Zeg maar, gaan we weer op vakantie, Livia? Nee. Nee? Oké. Nee. Vind je dit koekje niet lekker? Geef maar. Ik vind het wel lekker hoor. Waar zijn Livia en Pel nou? Waar zijn ze nou? Oh, ik heb ze gevonden! Eén. Twee. Ik heb ze gevonden! Ik ga jullie pakken hoor! Ik ga jullie pakken hoor! Zo, ik ben weer thuis. Althans, thuis. Ik ben in Zandvoort, vandaag een dagje gewerkt, vanmorgen even gesport. We gaan nu wel licht op bed en we hebben net Grieks gegeten, dat was hartstikke lekker trouwens, dat hebben we hier in Zandvoort gehaald. Romee is nu lekker theetje maken, dan gaan we lekker chillen op de bank. Ja, lieverd, hebben we nog wat leuks om te kijken? Ja, we gaan even de reunie van Echte Meisje in de Jungle kijken. Oh ja, leuk. Vind ik wel leuk.
Ja, goeie. Wat is, hebben we nog meer om te kijken? Meestal kijken we op maandag altijd de Tof als Nails, hè? Op ja, Prime. Dat is ook wel leuk, maar dat is afgelopen. Ja. Jammer. Ja, dat is ook altijd heel leuk. Ik heb een nieuwe serie begonnen. Die vond ik eigenlijk wel goed. Maar vond ik even heftig in de avond. Dus oh ja, ja, klopt. Ik vond het best wel heftig dat ik incognito. Ja, klopt. Ik weet niet of ik dan daar zin in heb, maar misschien nu wel. Kijk wel even. We kunnen beginnen met die echte meisjes. Dat lijkt me wel even leuk. En nu hebben we weekend samen, want we hebben natuurlijk heel dik het gewerkt. Tenminste ik, en dan gisteren en vandaag. En dus morgen en overmorgen hebben we nu samen vrij met z'n drietjes. En we hebben de bakfiets van Jill en Mike hebben ze hier neergezet. Dus morgenochtend wel naar het strand om naar het ontbijt of zo. Ja, goed idee. En dan morgenmiddag gaan we naar het zwembad, toch? Ja, we gaan bij Center Park zwemmen. Leuk, ik zin in. Ik heb al kaartjes gekocht. Ja. Nou, zin in, lieve. Heb je lekker gewerkt vandaag? Ja, nou ja, het was echt een beetje chaos. Want het was... Ik wou gewoon heel veel doen. Mm-hmm. En zeg maar, het systeem werkte niet mee. Dat lag er even uit. Oh, ja. Dus dat was best eventjes vervelend. Maar eindstand heb ik heel veel kunnen doen. En heel veel webshop ingepakt. Mijn mail, administratie. Nog een paar andere dingetjes. Dus ja, een beetje gehaast dagje. Maar wel heel veel kunnen doen. Morgen, het is 9 uur. Ze zijn er vroeg bij. Ik ben ook helemaal ready to go. Wel is 6:30 wakker. Maar we hadden de hele nacht doorgeslapen. En wij gingen om 9:30 al naar bed. Dus wij hebben ook echt goed geslapen. We gingen naar boven. En ja, we dachten misschien nog wat leuks te kijken. Maar we zeiden, beter gaan we gewoon slapen. En Bel is weer lekker aan het spelen. Met haar spelletjes. En we gaan, zoals jullie zien, de deur uit. Want Bel is ook helemaal klaar. De jassen liggen ook klaar. En dan gaan we even wat leuks doen met onze Bel. Ze vindt die nieuwe spelletjes geweldig, dus ik ben echt blij dat ik het allemaal heb meegenomen. Zo, wat heb je, Bel? Heb je lekker een juderans? Goed zo, lief, hè? Zijn er bij? Nobletree. Nobletree. Hier. Ik draai mijn koffie om. Oh, ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja, even lekker ontbijten met z'n allen. We hebben net een boodschapje gedaan. Bel heeft een mooie tas gekocht. Hé, Bel. En zo, heb ze die al nou op? Heb je er ook van gedronken? Nee, ik heb er ook van gedronken. Wou zeggen, dat maar is snel. Maar ze vindt het wel heel lekker, ja. Nou, we gaan even lekker ontbijten. Gaan we na het ontbijt nog wat leuks doen of niet? Naar het circus, naar ja. Spelletjes. Oh ja, 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 goeie. Kunnen we heen lopen en het leuk. Sneeuwt, jongens. Het is ja. Heel daar weer, maar je ziet nee, het ik kan het niet zien meer, vanuit maar binnen, maar zo gek. En nog een versie. Maar het mag wel, want dat is heel gezond. Nee? Ja, mama mag niet helpen meer. Wel wil het allemaal zelf doen. Even roeren. Goed zo. Pas op, hè. Lekker aan het spelen samen. En twee, op. Af en toe even een hapje van de brood tussendoor. Leuk hè, Bel? Ja, papa. Ja. We zijn in het spelletje circus, jongens, van Zandvoort. Ik kwam vroeger ook een klein kind was. Ik ben met mijn vrienden naartoe. Was ik een jaar of 16. Zo grappig dat het er nog steeds is. Eens even kijken of Bel wat vindt. Dat is hier wel een keertje geweest. Kom. Kom maar wel, goed zo. Ja. Goed zo. Hey. Gooien. 1, 2. Ja. Gooien. Doe maar. Ja. Oh, pak hem. Nog een keer. Zo. Oh, pak hem. Pak hem. Hey. Yes.
we zijn weer thuis. Wat ga je maken? Ik ga even grillworst bakken in de pan. Lekker. Lekker broodje, warme grillworst. Deze heeft papa nog voor ons gekocht, omdat hij weet dat jij het zo lekker vindt, hè? Ja. Dus dan ga ik even bakken en dan lekker bolletjes doen. Ze hebben heerlijk gezwommen. Ze vindt het zo onwijs leuk. Het is echt zo leuk om hier te zwemmen met haar. Veel leuker als toen ze kleiner was. Nou, we gaan even eten op het strand. Als afsluiter bij Thalassa. Dus ik denk dat we dit pad gewoon nemen. Volgens mij is dit een pad. Of niet? Ik weet het niet zeker. Beter lopen we om. Nou jongens, we hebben gegeten. We zijn nu thuis. Bel heeft het heel goed gedaan. Weer. Oh. Zult je alleen knuffelen, Choppy? Daan gaat de hondjes nu nog uitlaten. Ik ga Bel naar bed doen. En daarna hebben wij movieavond. Movie night. Tenminste, serie night. We hebben een serie die we kijken. Incognito, en die is toch wel heel erg goed. Dus wel rusten en we zien jullie morgen. Ik ben benieuwd wat we morgen weer gaan doen. We hebben heerlijk gezwommen. Ik ben zo uit eten gegaan. Geloven jullie het? Met een natte knot. Lekker bij een strandtent gaan eten. En niet lang, gewoon alleen even één gerechtje. En zij heeft heel goed macaroni gegeten daar. Dus daar ben ik ook weer blij mee. En dan gaan we nu haar naar bed brengen. Hallo allemaal. Ik zit op de bank en we hebben weer een gezellig dag hier in Zandvoort. En ik heb vorige week voor jullie Bixberg gevlogd. En het heeft me heel veel tijd gekost, want ik wilde dat heel goed voor jullie doen. Met veel info en veel adviezen. En ik krijg zes te horen van Sammy, die de vlogs maakt, dat er niks op de SD-kaart staat. Die ik heb neergelegd daar. Ik had echt net een soort van mental breakdown op de bank. Want ik doe zo mijn best om alle, hoe zeg je dat, balletjes hoog te houden. En dan ga je ook nog in een familieweekend vloggen. Omdat ik ook wil dat het gevlogd wordt en dat jullie dat ook kunnen zien. En dat kost me dan ook heel veel tijd. In plaats van dat ik die tijd stop in bijvoorbeeld Bel of weet ik veel wat. En dan hoor ik nu dat het fout gegaan is. En dan kan ik echt gewoon even helemaal er doorheen zitten. Dat vind ik zo irritant. Ik vind het zo erg. Daar gaan we. Yes. Het is middag en wij gaan leuk een stukje fietsen. De fiets van Mike en Sjoel geleend. Nog even de banden oppompen. Maar Bel vindt het helemaal enig. Hé Belly, ben je nu blij? Ben je helemaal in je hum? Ja. Ik heb een kleed mee voor op de terugweg als het koud wordt. Ze is helemaal ingepakt, dus ze heeft nog een muts onder de helm. Maar het is hartstikke mooi weer. Dus wij gaan even wat leuks doen, hè? Oh, ze deed het helemaal zo bij mij. Van wat gezellig. Bel is helemaal in haar hum. Hé, Belly? Ja, hè? Loertjes. Nee, heeft geen zin in. Het is hartstikke mooi weer. Gaat het nog? Koud. Je moet handschoenen lenen van Jim straks. Ja, gezicht is koud. We gaan dus van Zandvoort naar Haarlem met deze fiets. Ja. Woehoe! Eng vinden we het nog een beetje. Maar het gaat goed. Nou, we zijn er hoor. En kijk eens wat hier staat. Dit vind je wel heel leuk. En ja, ik heb de helm afgekregen. Hoe is een wonder. En ik heb hem verstopt en hij ligt daar onder de hondenmand. Ze heeft het nog niet door. Ga maar. Allebei van een glijbaan, hè? Ja. Samen? Goed zo, meisjes. Kijk nou. Goed zo, Bel. Je moet alleen wel stoppen nu. Oeh, goed zo. Nee, stop. En nu gaat ze weer naar achter. Wiehoe. Wat leuk, hè, dit. Ik ga stuk om dit. Kijk, stoppen. Oh, je stuurde wel. Je stuurde wel, Bel. Dat vind ik wel goed van je. Muziekje aan. Hey. Vet stoer. Oh, wacht. Iedere keer denk ik, wacht op de step. Nu denk ik van de scooter. Ja, zij vindt dit echt. Oh, kijk haar. Daar.
helemaal stoer, joh. Kijk haar gaan. Ik pis in mijn broek. Nou goed zo, is je nichtje, hè? Oh, voorzichtig met je nichtje, voorzichtig. Oh! We rijden mooi door Arnhout naar huis. De kindjes waren dus wel lief, maar ook heel vaak niet lief tegen elkaar. Oh! Blijf maar gewoon binnenboord, jij. Oh. Mooie huizen spotten. Zometeen fietsen we langs het huis van Penosa. Hele tour. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het laatste dagje bij mijn ouders in huis. En Bel, kom eens hier. Hier, hè. Bel vindt het heel erg leuk om eitjes te pellen. Die zet ik altijd even aan het pellen van eitjes als ik me opmaak. Als ik even niet meer weet wat ik anders kan doen. Goed, ze allemaal eraf halen. Hè? Al die pellen. Dit gaat zo meteen op inkoop. Dit moeten we werken. Het is dus donderdag. Dan heeft hij zijn laatste dagje met Bel. En ik ga met Jaren op inkoop. Wauw, dat is lekker. Ik ga met Jaren op inkoop. Dus ik ga voor het eerst iemand meenemen. Tenminste, die meiden van de winkel gaan soms ook wel eens mee. Maar nu... Ik ben even aan het opmaken, hoor. Nu gaat Jaren mee. Ga je die nog even bellen? En ik heb er onwijs van zin in. We zijn vroeg gevolgd vandaag. 6:30 ging ik eruit. Bel is ook 6:30 wakker. En ik heb me gedoucht. Heb ik haar eruit gehaald. En nu heb ik haar lekker al een broodje gegeven net. Ze gaat nu even eitjes eten. Dan ga ik haar even mooi aankleden en haartjes doen. Dat ze helemaal klaar is voor papadag. En ik heb er onwijs veel zin in. Dus ik neem jullie vandaag mee op inkoop. Met Jaren. Jaren mag van mij dus inkopen wat zij wil. Dus ik ga me daar ook echt niet mee bemoeien. Ik vind het heel leuk. Want dan hebben we wat andere stijltjes als normaal, denk ik. Maar ik denk dat we ook wel heel veel hetzelfde leuk vinden. Maar ik heb er onwijs veel zin in. Ze krijgt van mij gewoon een free pass, om het zo maar te zeggen. En dan mag ze de outfits die zij leuk vindt meenemen. Ze gaat ook alvast voor zomeroutfits voor Dubai kijken. Dus we gaan alvast ietsje meer de zomer in vandaag met onze nieuwe collectie. Dus ik hou jullie op de hoogte. Dani pakt nu alle spullen. Die is nu boven bezig met het bed afhalen. En al onze spulletjes pakken. Zodat als hij straks alleen met Bel is, hij het allemaal niet meer hoeft te doen. Want dat gaat natuurlijk niet alleen met Bel. En dan gaat hij dat nu alvast in de auto zetten. Want Daan, die vertrekt naar haar slaapje. Vanmiddag. Die vertrekt daarna. En mijn ouders komen vanavond thuis. Dus dan is Beertje ook niet te lang alleen. En dan zijn we daar weer. Dan gaan we naar huis. Dan hebben we gewoon een soort van midweekje vakantie gehad. En we zijn gisteren nog naar een hele leuke plek geweest. Naar Pannaland in Vogelenzang. Voor als je me volgt op Insta en het voorbij hebben zien komen. Ik heb het helaas niet gevlogd. Ik kan niet altijd alles vloggen. Ik wil soms ook even helemaal gewoon lekker, als ik al met die telefoon bezig ben, niet ook nog eens vloggen. Maar dat is een heel leuk plekje. Pannaland dus. In Vogelenzang. Zoek het maar op. En je hebt ook de Oase, dat zit daar om de hoek. Het is ook een heel leuk pannenkoekenhuis en daar zit nog een hele speeltuin bij ook. Dus wij hebben het heerlijk gehad hier, gezongen bij Centerparks. We zijn nog naar het strand geweest, naar Thalassa hebben we lekker gegeten. En we hebben gewoon echt een heerlijke midweek Zandvoort gehad. En nu is het weer tijd voor hard werken. En maandag is Daan jarig. Aankomende. Dus nog een paar dagen. Ik heb een paar verrassingen voor hem en dat zien jullie in een volgende vlog. Eerst ga ik jullie vandaag meenemen op inkoop en ga ik nu als de wielen weer mezelf afmaken en opmaken. Oké, jongens. Volop zon. Dat had ik even niet verwacht. Ik ben nu onderweg. Ik ben er bijna. En helemaal top op tijd. Wat fijn zeg. We zijn zo vroeg opgestaan. Bel was ook vroeg wakker. Zoals altijd. Maar heel soms slaapt ze ook wel iets langer door. Nou, heb je er zin in, collega? Zeker. Leuk. Ja, ik snap het. Je bent hier nog nooit geweest natuurlijk, hè? Nee, ik zie het wel voorbij. Hallo. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om te vloggen. We zijn heel druk bezig met de leukste dingen aan het scoren. Jara heeft haar ogen laten vallen op een witte leren broek. Ja,
dat is toch apart. Dat is zeker leuk. En ik vind het leuk omdat jij zegt van, dat vind ik leuk. Dan gaan we een trendje beginnen. Wit leer. Wit leer. Ik vind dit heel leuk. Ik vind het steeds leuker worden hoe langer ik er naar kijk. Even kijken of je goed zit alleen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Dat je hem wel even aan moet doen. We gaan even lekker lunchen. Gezonde salade. Lekker. Ja, en dan hebben we deze om te delen. En we zijn eigenlijk al helemaal klaar. Dus ik ga nu wat dingetjes posten. Wat sneak peeks erop zetten. Van wat we hebben ingekocht. Helemaal leuk. We hebben echt heel veel. Jij mag aan de bak. Hey. Jij mag aan de bak. Jij mag meer foto's maken als ik vandaag. Kijk, dit ook. Dit gymsuit is ook echt zo cool. Kijk, ze moet nog wikkelen ook. Ja, echt. Voor een werkbezet hier. Au. De volgende lading. We hebben nu al heel... Ja, we moeten nog bij eentje langs. Dat is het erge. Nee, hebben we al. Hier. Oh ja. We moeten nog alleen naar Ambika. Oh ja. Oh ja. We zijn er. Nee, maar als jij al zegt van boven hebben we niet zo goed licht, dan... Vandaag die zon, dat is wel echt top. Ja, we kunnen ook beneden beginnen. Ja, we hadden zo'n idee om het boven te doen. Want dan konden we alles achter elkaar doen en dan worden we ook niet gestoord. Maar ja, we doen gewoon beneden en dan gewoon... Gewoon... Fully focused. Fully focused, niet met klanten praten. Nee. Dat kan niet, hè? Nee. Dat kan niet, dat is het belangrijkste voor mij. Gaat het? Goed. Het gaat goed, hè? We ja, doen ik echt... heb nog nooit zoveel kleding aangedaan op één dag, denk ik. Nee, echt zo. En we staan dus hier de hele tijd. We zijn naar boven verhuisd, zodat we heel snel achter elkaar kunnen shooten. En dit is de stapel die Jaren meeneemt naar Dubai. Ja, dat is steeds een grotere stapel. Ja. Jongens, het gaat de goede kant op. We zijn alweer 4 uur verder. En we hebben bijna alles op de foto. Ik ben zo blij. Het gaat zo snel. Want soms red ik het niet eens en dan moet ik vrijdag verder gaan met foto's. Maar het gaat nu hartstikke goed. Ik ben heel benieuwd wat jullie van de nieuwe collectie vinden. Neem allemaal even een kijkje op onze webshop www.reinersfoodfest.nl. Ja, dus batterij is op. Ze ja, kan niet meer. Kan niet. Welcome to my life. Every week. Ja. Ja. Maar je hebt wel iets heel leuks wat je nu aandoet. Ik heb iets heel leuks. Heb je het wel weer gepast? En dan kan je kijken of je het weer wil. Zoals ja, alles wat jij wil. Ja, dat gaat wel even mis in. Oh, oh, oh. Ja, het is wel heel leuk. Ja, heel haar stapel daar. We hebben nog nooit, tenminste we kunnen dit nooit nu in één avond weer allemaal fixen. Het is nu 6 uur, ik ga het eten. En zij gaan lekker hier eten. We hebben heel hard gewerkt. Ik ga niet hier eten hoor. Jullie zijn ook uit eten, Robin gaat naar huis. Ja, die is al bij de open keuken, daar ga ik nu naartoe. Maar voor nu allemaal een cadeautje. Ah. Oh. Dat is die wafeltang, weet je wel. Echt heel leuk. Ja, toch? Ja. Hi, hi. Roompje. Ja, wat leuk. Oh. Ja, vind je het leuk? Ga je het gebruiken, Roomp? Ik wel, namelijk. Ja, ik vind het echt leuk. Ik vond het echt heel leuk samen met mezelf. Dus ik neem er ook één mee naar huis. Ik vind het ook leuk, als je, dat zei ik net tegen jou, als je een festival hebt. Op leuk voor de beach. Kijk, ja, dat is echt leuk. Hoe? Naar de beach. Oeh. Jongens, wat een dag. Wat een dag, wat een dag. Jezus. Ik denk wat normale iemand in 2 dagen aandoet, hebben wij in 1 middag gedaan. Qua omkleden. Ik ga nu naar de open keuken. Jade en haar moeder wachten daar op mij. Daan die komt vanuit huis daarheen. Jacqueline gaat even bel passen. Gaan we even met z'n viertjes gezellig eten. Want dat hadden we ook al langer afgesproken. Dus ik ga daar nu naartoe. Ik heb dorst. Ik heb honger. Ik heb sinds 11 uur niks meer gegeten of gedronken. En alles is wel op de foto, dus daar ben ik al lang blij mee. Ik ga nu Jade appen dat ik er nu aankom. Wat een leuke vlog is dit uiteindelijk geworden met van alles wat. Dus beelden van Bel, ons weekendje lekker in Zandvoort. Gezellig met Jade op inkoop. Van alles en nog wat. We hebben vandaag knijterhard gewerkt. Het is nu 7:30. Die meiden hebben koopavond tot 8:00. Dus die maken de rest af als het afkomt. En anders is er morgen een nieuwe dag. Ik heb gezegd dat ik het belangrijkst vind dat alles online komt te staan. En morgen ben ik er met Romy en Robin. Dan sta ik in de verkoop en zaterdag ook. Dus het wordt een druk weekend. Nou, jullie zien al dat ik gewoon moet stoppen met vloggen. Ik zie jullie zo meteen, want ik ga lekker uit eten en ik neem jullie mee. Dus tot zo. Oh, zitten ze hoor. Shock, shock, hi. Hey. Hoi. Je fles, mevrouw. Ja. Hier, pak je fles, een cadeautje.
Welke is met cirkel? Die. Oeh, dan neem ik die. Die ook lekker. Jou. Lekker. Je hebt honger ook, hè? Ja, ik ook. Helemaal. Heel erg. Gezellig. Nu nog wat op Daan wachten. Ja, op Easter wachten. Ik denk dat ik die zalm neem. Met spinazie. Oh, met roomkaas, spinazie, feta kaas. Die heb ik ook echt heel vaak genomen. Ik twijfel leuk tussen die en de hert. Neem de zalm. Jammer de hert. Oh jongens, ze hebben hier zulke lekkere dingen. Moet je kijken. Ze hebben hier gewoon die bijgerechten hier. Zijn alleen al echt goddelijk. En dit is dus straks achter mijn nieuwe huis. Dus hier ga ik heel vaak heen. Ja, dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Dat is niet gelogen. Het is echt zo. Ik dacht dat je broek was in peper. Dus ik dacht, oh, staat het hier niet. Oh, echt iedereen. Hij ligt ernaast. Mm. Dit wordt bij de voorgerecht. Ja. Het is ook echt alleen maar voor mijn jaren. Alex heeft het mooi gedaan, zo 3 van 5. Die zijn allemaal voor mij. Lekker. De hele week mezelf weer uitgemoord van mijn eetkaas. Kaas. Heb je nog een... Lekker, dankjewel. Ja, we zitten in het midden. Zo jongens, vet haar licht. We zijn thuis. Het was heel gezellig. Echt heel gezellig. We gaan nu lekker naar boven toe. Het is 11 uur. We zijn kapot. Tenminste, als ik voor mezelf spreek. Ik ben kapot. Wat een dag. Maar zo blij met vandaag. Het is zo druk op de online. Op webshop. Zo fijn. Heerlijk slapen. Ik zie jullie morgen. Morgen. Kijk wat Bel weer heeft. De Encanto jurk. Wat is dit Bel? Het is van het merk Donnetje Amsterdam. Daar hebben we best wel veel van altijd. Wauw. En dit is allemaal zo leuk Bel. Moet je kijken. Wij gaan natuurlijk nog op vakantie. Daarvoor hebben wij dit voor jou gekocht. Kijk eens. Oh, mooie schoenen. En deze heeft ze vorig jaar ook gehad. Met zo'n strikje rondom haar beentje. Nou, enig. En dit zijn dus weer nieuwe. En wat ik dus zo... Moet die ook? Wat ik dus zo leuk vind aan dit merkje. Is dat mooi, hè? Oh, ze wil ze meteen aan. Zien jullie dat? Hoe schattig. Oh, wil je ze meteen aan? Zo leuk vind hieraan is dat je dus met tasjes kan werken en met dingen voor in je haar en armbanden. Gewoon alles bij elkaar. Dus ik ga jullie even alles laten zien. Ik ga eerst even alles uitpakken, anders duurt het zo lang. Wat het leuke is, is dat je dus nu ook tasjes hebt in dezelfde stijl als weer je schoentje. Maar ook weer een haarklipje erbij. En ook weer een armbandje. Nou, jongens, ik vind dit geweldig leuk. En dan op vakantie zie ik er al helemaal lopen met zo'n schelpjestas. Wauw. En we hebben dus ook een clipje voor in je haar. Oh, die wil ze nu aan de andere kant. Dit is voor in je haar, schatje. Nu weet ik dat ik voor wel de verjaardag iets krijg van bekende. En... daar krijgt zij deze schoentjes, sandaaltjes van. En het tasje van deze serie. En ik vond dit zo leuk, dat zeesterretje. En één iemand krijgt ze dus het tasje. En dan van, als het goed is van het team van mijn winkel, krijgt ze de schoentjes die hierbij horen. En dat is ook zo'n leuk kleurtje. Dus dan heeft ze daar ook weer het tasje en de schoentjes, de armband en het dingetje voor in haar haar van. Laat eens zien. Wauw. Hoe enig is dit voor op vakantie straks. Dat ze zo'n armbandje om heeft. Wauw. Mooi hè. Wauw. Dus ze ziet er nu vooral heel mooi uit met haar jurk en haar pyjama nog eronder. Van Takkie. Hoedje op. Dus dit vind ik gewoon het einde. Dat wil ik even zeggen. Niet gesponsord of wat dan ook. En ik wil het gewoon zelf heel graag hebben. Dus ik denk, ik bestel het voordat het weg is. Maar ik mis dus wel één dingetje. En dat is deze voor in je haar. Ik ga het volgende pakketje uitpakken. Die heb jij gekregen van Alex de Label. Wat ik heb besteld is zo'n heerlijk luipaardbroekje. Ook weer voor op vakantie. Heel handig vind ik, altijd. Zo'n shirtje erbij. Die er dan in kan. En dan...
deze jurk. Die vond ik vet schattig wel. Die heeft zo'n mouwtje, zo'n wijd mouwtje. En dan gewoon lekker oversized. Ik vind dat echt heel schattig, zo'n jurkje. En zo'n setje. Helemaal leuk. Nou, op naar de volgende. En dat is voor mezelf. Nou ja, hoef ik niet echt uit te pakken. Nou, laat het maar wel doen. Kun je het gewoon zien. Nou, als je het dan hebt over zo'n dag als gisteren. Dan drink ik gewoon veel te weinig. En heel slecht. Echt heel slecht. Daar wil ik echt verandering in brengen. Dus heb ik deze fles gekocht. En Jare heeft me geïnspireerd. Want Jare heeft deze ook. Dus 1 liter. En dan drink je gewoon genoeg water. En ik vind hem ook heel leuk eruit zien. Hij is wel echt groot, by the way. Hoe gaat dit nou open dan? Oh zo. Wat grappig. Nou, dit is echt zo'n satisfying iets. Wel, die gaat vervolgens op haar leuke lievelingspaard. Geloof me, deze heeft ze echt gemist toen wij in Zandvoort waren. Zie je die? Wie vind je thee? Nee. Ja? Ja? Maar nee? Ja. Ja is dus nee. Soms. Ze houdt zo van een paardje. Ik ga even haar theezakje uit haar fles halen. En even dit allemaal opruimen. Maar ik mis dus wel echt die haarclip van die zeester. Dus ik moet ze nu meteen een keer even bellen. Eentje, ik zat erop. Wat een giller, geintje. We hebben hem wel. Nou jongens, dit is dus mijn kind. Op een paard, in haar encanterjurk, met haar takkenpyjama aan. De armbanden moesten weer om. Dat vindt ze helemaal fijn, wat ik dus al dacht. Het is echt een meisje. En er moet natuurlijk altijd iets op haar hoofd zitten. En ik zie haar gewoon al helemaal in een bikinietje lopen met het hoedje. Ja, en die sandaaltjes. Met die zeester erop. Mama, nee. Deze? Mama? Die? Nee. Jawel toch? Oh, die moet eruit. Ja, mag mama even doen. Jongens, het is chaos. Ik ben in de winkel en het is alweer 1 uur. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Zie jullie volgende week. Bedankt voor al jullie bestellingen. Echt super lief. En we zijn er nog lang niet. Het is chaos. Dus ik ga hem hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Tot volgende week.